Wij zijn Jelle van den Elzen en Lisanne Pronk, beweegcoaches van Natuurlijk Gezond Oostenrijk. En samen met de andere beweegcoaches geven wij een impuls aan een actieve, sportieve, gezonde en culturele leefstijl onder alle inwoners van de gemeente Oostenrijk. En samen met Lovo gaan wij je de komende tijd helpen om thuis in beweging te komen. Veel plezier! Hallo en goed dat jullie kijken naar de eerste beweegles van Lovo en van Natuurlijk Gezond Oostenrijk. We hebben een aantal oefeningen voor jullie klaarstaan en daar gaan we meteen van start. Je ziet ons al lopen. Stap lekker met ons mee. Antwoorden mag natuurlijk ook nog extra stappen. Goede warming-up doen is zeker belangrijk. En goede oefeningen voor jullie hebben wij klaarstaan. Allereerst, staand oefeningen en zittende oefeningen. Je mag je armen voor je uitstrekken en we wijzen van links naar rechts. Dus je draait eigenlijk een beetje mee met je bovenlichaam. Je kijkt mee met je handen. Gaat steeds van links naar rechts. Heel goed. Nog 3, 2 en 1. Even je rust pakken. Nou, je kunt de oefeningen zoals je ziet dus ook prima zittend uitvoeren. Gebruik daarvoor een stoel met leuningen die stevig staat. Zoals je ziet heb ik ook een stevige stoel. Armen weer vooruit. Gaan we weer zijwaarts. En weer de andere kant op. Voer de oefening naar eigen tempo uit. Dus als het te snel gaat, kan je ze altijd wat langzamer uitvoeren. En als je iets sneller wil, mag dat natuurlijk ook. Doen we hem nog 3 keer. Nog 2 en 1. Yes. Armen naast je lichaam. Mag je ze losschudden. Gaan we de 3e keer doen. Dus armen weer vooruit. Dan gaan we weer zijwaarts. Meekijken met je handen. En weer terug. Heel goed. Zijn we op de helft. Nog 3, 2 en 1. Yes, perfect. Doen we weer een staande en zittende versie. De staande versie mag je naast de stoel komen staan. En ga je de benen om en om, omhoog, gestrekt naar voren. Bij de zittende variant ga je een beetje voor op je stoel zitten. Je probeert de rug goed recht te houden. En je gaat ook om en om je benen uitstrekken. En je tilt daarbij je bovenbeen iets op van de stoel. Ja, gaan we van start. Eerst linkerbeen. En rechts. Als je staat, hou goed vast aan de stoel. Hou je bovenlichaam recht. Nog 3, 2 en 1. Oké, gaan we door met de tweede. Weer je linkerbeen omhoog, terug en je rechterbeen. Heel goed, blijf goed doorademen, neus in. En mond uit. Nog 3, 2 en 1. Yes. De 3e oefening. Mag je beide op de stoel komen zitten. En gaan we eigenlijk een soort van roeibeweging maken. Je komt weer iets naar voren. Dus dat de leuningen vrij zijn van je bewegingen. Armen uitgestrekt. Buig je naar voren. Tegelijkertijd naar achteren trek je je armen in. Weer naar voren. Dus je maakt een vloeiende beweging, net alsof je in de boot zit. Nou, deze oefening is heel goed voor je rugspieren, dus probeer je rug ook goed aan te spannen. Nog 3, 2 en 1. Heel goed. Armen langs je lichaam, draai je schouders even naar achteren.
Even naar voren. Heel goed. En dan pakken we weer op. Dus weer naar voren. Armen gestrekt. Naar achteren. Yes. Hou nog even vol. Heel goed. Nog 3, 2 en 1. Yes, netjes. Pak weer even je rust. Leggen wij vast de laatste oefening uit. Kan je weer zittend en staand uitvoeren. De staande versie mag je weer naast je stoel komen staan. Benen iets uit elkaar. Armen voor je en zak je naar beneden. Knieën niet voorbij de tenen. En je komt weer omhoog. Vind je dit net iets te lastig, mag je de stoel ook vastpakken. Andere arm laat je gewoon hangen. Zak je ook naar beneden en kom je weer omhoog. Nou, je kunt hem ook zittend uitvoeren. Gebruik dan een stoel. Je kunt je handen op de bovenbenen plaatsen. En dan met opstaan duw je eigenlijk op je benen. Zo is het toch veilig. Heb je een stoel met leuningen, dan kun je uiteraard ook de leuningen gebruiken om op te staan. Oké, dan gaan we weer aan de slag. Benen iets uit elkaar. Naar beneden. En weer omhoog. Deze ga je goed in je benen voelen. Geen probleem. Hou gewoon lekker vol. Op je eigen tempo. Naar beneden. En weer omhoog. Heel goed. Nog 2. En nog 1. Yes. Benen even losschudden. Als je het dan wel een beetje voelt, de verzuring. Geen probleem. Gaan we hem nog 1 keer doen. Mag je de stoel vastpakken of weer vrij. Dus benen uit elkaar. Naar beneden. En omhoog. Heel goed. Hou vol. Gaan we naar de laatste 5. Nog 4. Nog 3. Kom op. En 2. En de laatste. Yes, dat was hij weer. Kom nog heel even staan of blijf zitten. Gooi maar alles nog even los. Even lekker stappen op de plaats. Armen goed mee, knieën goed omhoog. Kom weer rustig op adem. Dus neus in, mond uit. Oké. Bedankt voor het kijken en dan zien we jullie weer bij de volgende les.